Je kijkt naar NEC TV door N1. In Potjes Toto neemt de eerste vrouwelijke uitdager het straks op tegen Patrick Pothuizen in de strijd om het voorspellingskampioenschap. Eerst blikt trainer Ruud Brood vooruit op het treffen met de Witte Leeuwen. Telstar komt vrijdag op bezoek in het Goffertstadion en dat is een tegenstander die na de degradatie in vele lijstjes van grappenmakers verscheen. Is dat logisch of doet men Telstar daarmee tekort? Nou, ik begrijp wel wat ze ermee bedoelen. Omdat dat misschien de ambiance en de entourage, noem alles maar op. Maar ik vind dat je altijd respect moet hebben voor de tegenstander en ook voor Telstar. Dat is een club wat heel lang bestaat. En met een fantastische bijnaam. En goed, ik vind gewoon dat je dan... Die wedstrijden moet je spelen. Misschien is het wel eens goed dat men dat zegt. Want dan besef je ook waar je in zit. Dat het niet meer in het verleden denken is. Maar eigenlijk denken is in het heden en de toekomst. Want ondanks de prachtige bijnaam de Witte Leeuwen, staan de Witte Leeuwen wel erg laag in de Jupiler League. Hoe moet je je ploeg op zo'n ploeg die laag staat voorbereiden? Ja, vaak moet je opletten dat zij anders hier naartoe komen en dat je het niet mag onderschatten. Dus wij moeten ons ding blijven doen. Trachten te winnen en goed voorbereiden. Want dat is het elke week. Ze hebben toch wel een jongen die ook wel een doelpunt kan maken. Die Seuntjes, kopsterk, groot. En daaromheen zitten wat spelers die behendig zijn. Maar ja, dus het mag niet zo zijn dat we het onderschatten. Is het dan ook makkelijker om je spelers daarop voor te bereiden, omdat je in die uitwedstrijd het niet heel gemakkelijk hebt gehad qua scoren? Ja, dat heeft ook te maken gehad dat we 11 tegen 10 vrij snel kwamen te staan. Waarbij me nog wel bijstaat om met Mourinho zijn woorden te spreken, dat ze heel erg Alireza aan het attackeren waren op een behoorlijke manier. En die scheidsrechter daar heel weinig mee deed. En dat was ook met Libombe. Nou spelen wij thuis, dat zit wel in ons achterhoofd. Maar dat speelde daar wel. En je gaat ook wel praten vanuit het verleden. Wij dan, hoe hebben we het vorige week gedaan, wat kunnen we verbeteren? En onze eigen keuzes hebben we, ja, welke spelers hebben we? Maar de intentie blijft hetzelfde. We willen natuurlijk hier thuis voor het publiek vol voor de winst gaan. Je maakt de bruggetjes al zelf heel goed, want ik wilde het net over de spelers gaan hebben. Alireza, had je het al even over, die werd inderdaad flink aangepakt in die wedstrijd. Heeft natuurlijk nu een kwetsuur gehad, is weer een beetje terug aan het komen. Zou je met hem minder risico willen nemen, omdat je maandag weer tegen Volendam moet? Dat ligt eraan hoe hij vandaag wordt getest. Daarvoor gaat het allemaal goed, maar hij gaat vandaag een behoorlijke test. We hebben wel het vanuit de medische staf denk ik wel groen licht, maar het valt in staat met die test. Ja, en zo zijn er meer. Ja, er zijn er meer. Vertel. Nou ja, goed. Anthony Libombe is ziek geweest en die is vandaag voor het eerst op de club. Moet je kijken wat dat met hem doet. We hebben natuurlijk Sjoerd Ars die twee trainingen heeft meegedaan met de groep vanuit een enkel blessure. Dus die heeft twee weken niet met de groep getraind. Dus het zijn wel allemaal aanvallers. Daarentegen hebben we wel een week al Emilson binnen de geledingen. Dus dat is prima, maar het geeft wel aan dat we keuzes, als ze allemaal fit zijn, keuzes kunnen maken, wat prima is. Tijd voor een nieuwe Potjes Toto. Vorige week wist Joep Goesens van NEC doelbewust het gat met Patrick te verkleinen en won hij het Potje Toto knap met 6 goede voorspellingen tegen 4. Hierdoor is het gat in het algemeen klassement ook verkleind van 9 naar 7 punten. Maar staat Patrick nog wel voor met 70 tegen 63. De uitdager van deze week is Ellen van Eldik. Binnen. Hey, goedemorgen. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Alles goed. En met jou? Ja, heel goed. Mooi. Hey Ellen, we gaan even een potje toten spelen. Want de spelers zijn druk bezig met de wedstrijden en durven niet meer tegen mij. Dat ze vrij kansloos zijn. Dus er zijn jou een keer mensen van het kantoor. Jij werkt al heel lang bij NEC, hè? Dat zullen we veel mensen weten. Maar toch wel even, wat is jouw functie hier bij NEC? Voor de kijkers die het niet weten. Ik ben de financial controller. Ja. Nou, ik durf het wel op te nemen tegen jou, hoor. Oké, en dat loopt allemaal goed? Ja, dat gaat allemaal perfect. Oké, Ellen, je kent de regels, hè? Zelf ook bijvoorbeeld, jij bent groen, het kruisje en ik ben rood. We beginnen met de eerste wedstrijd, Helmond Sport Eindhoven. 0-1. Dus? Dat is dus een 3. Dan trap ze niet in, hè? Kruisje, ja. Ja, maar zet maar een kruis neer. Ik denk ook een overwinning voor Eindhoven. MVV RKC Waalwijk. Ja, dat is een... Nee,
altijd is de gast. Ja, daarom win je altijd. Regels, mijn regels op mijn kantoor. Elle, jij begint. Nou. Tijd voorbij. Een 1. Ik ga voor de Maastrichtenaren. Ja, het is een soort degradatieduel, hè? Zo moet je zien, hè? Ja. Nou, ik denk dat MVV gaat verliezen. Zo. Ja. Sparta Fortuna. Sparta Fortuna. Nou, ja. Ja, weet je, ik ga voor een gelijkspel. Maar dat is eigenlijk meer de wens, is de vader van de gedachte. Oké, okay. Sparta voor mij. Ja. VVV Jong Ajax. VVV die pakt even kijken, vrijdag een periodetiteltje en dan zijn ze even klaar. Dus Jong Ajax. Gelijkspel. Volendam Thijs Hendricks. Achilles. Ja, nee, wordt toch... Volendam, hè? Blijft gewoon een Volendam. Volendammetje, dat denk ik ook. Achilles doet het goed de laatste weken, maar toch gaan ze daar... Daar gaan ze toch de bietenbrug op. Os, Roda JC. Os, de concurrent weer van ons. Roda. Ja, ik denk... Roda. Maar ja, weet je, Roda zit na vrijdag natuurlijk helemaal diep in de put. Hoezo? Dus jij denkt dat Roda gaat verliezen bij ons? Nou, hè? Ja, ik denk Os. Ik denk dat Os gaat winnen. Ja, dat zou kunnen, ja. Os, ja. Kijk, als ik hem verlies, verlies ik hem op deze. Oké. Okay. Graafschap Jong PSV. Ja, ik... Dat moet... Ja. Ik ook. Almere Emmen. Nou, ik denk... Zo, je bent snel. Ja. Je hebt je goed voorbereid. Ik wel. Ja. Ik wel. Maar... Ik denk toch dat Almere gaat winnen. Nou... Den Bosch Jong Twente. Den Bosch Jong Twente. Ja, dan blijf ik toch bij die Bossenaren. Leurling. Even kijken. Ja. Ik vind het toch... ik denk toch Den Bosch. Ja. NEC Telstra. NEC. Ja, dat is... daar hoeven we niet over na. Ja, ik denk ook een 1. Daar gaan we niet eens meer over nadenken. Oké, Elle, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, en werk ze nog. Ja, dankjewel. Oké, doei. Doei. Tot zover NEC TV voor deze week. Volgende week kun je kijken naar weer een nieuwe aflevering. En volgen we onder andere Alireza Jahanbakhsh, Christian Santos, Marcel Appia en Christian Emielson tijdens de Nederlandse les. Graag tot dan.